morgen kunnen jullie deze motor zien rijden op de Zwarte Cross. We rijden op vrijdag, zaterdag en zondag om 11:30 volgens mij. Er staat ook wel heel veel zin in. En ja, mocht je hem nou herkennen, zwaai even, is altijd leuk. Verder wil ik deze video een klein beetje laten weten wat ik nu allemaal gedaan heb aan de motor om hem te krijgen zoals die nu is. Misschien is het laatste nog een stukje over de kosten. Dus ja, deze motor is begonnen als een RF600R met legerkistjes achterop. Eigenlijk de grootste reden dat ik deze motor koos was 1, hij was €300 en 2, hij had al een hoogstuur. Hoogstuur wilde ik wel heel graag hebben, zodat ik wat meer hefboom heb. En dat is wat beter dan dat je zo'n heel smal stuurtje hebt, kan ook rechterop zitten. En dat soort dingen maakt het allemaal wel wat makkelijker met crossen. Hij heeft zelfs nog steeds een kenteken, ik zou hem terug op de weg kunnen krijgen, maar... Nee, niet in de staat zoals die hier nu staat. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En wat ik daarna heel belangrijk vond was zo'n goede noppen voorband erop. Voorgrip vind ik toch belangrijker dan achter. Achter is gewoon een enduro band, voor mij een metseler of zo. Maar gewoon zo'n standaard achterband die ik ook op een GS of op mijn V-Strom heb. Dat is wel een straatlegale band. De voorband zit echt een crossband op. Moeilijk te vinden in 17 inch, maar 17 inch 110 van Pirelli. Ja, die hoop ik wel dat het lekker wat grip geeft in het zand. Verder heb ik er offroad stepjes op gedaan, zodat ik iets meer grip heb als ik erop sta. Ik heb er van die grip knee pads opgezet, zodat ik ook met mijn knieën die motor goed vast kan houden. Nou, natuurlijk het hele kuipwerk is nieuw. Dat is, de voorkant is van een S-rad en de achterkant is van een CBR600F die ik nog had liggen. Het koelvloeistofreservoir verplaatst, want die zat in zo'n koffertje. Ik heb de hele koelsysteem sowieso aangepakt, helemaal vernieuwd. Maar ook een tweede ventilator erop gezet en een knopje om hem ook handmatig aan te kunnen zetten. Wat heb ik verder nog meer gedaan eigenlijk? Ja, standaard dingen, oliefilter, alles even nakijken, remmen schoonmaken, voorremmen zelfs gereviseerd omdat die een klein beetje aanliepen. Doet hij nu nog steeds wel een beetje, maar ja, het is niet erg genoeg, ik kan hem gewoon rondduwen, dus op zich gaat het wel. En die voorrem zal ik toch niet zo heel veel gebruiken. Alleen het gevaar dat hoe meer die aanloopt, hoe zwaarder die natuurlijk door het zand heen gaat. Maar ja, dat is dan maar zo. Ik heb hem aangedaan wat ik kon. Remmen reviseren was op zich wel leuk om te doen. Ja, verder was dat het eigenlijk wel. Ik denk wel dat ik daarmee een goed pakketje heb. De combinatie van hoogstuur, noppenbanden. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wilde. Verder zit er een ingekorte uitlaat op die redelijk veel herrie maakt. Zou niet echt straatlegaal meer. En ja, ik denk dat wel een hele mooie combinatie is van motor en herrie en lekker rijden en lekker crossen. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Nou ja, nu staat er 766 op de voorkant. Dat is mijn rijnummer wat ik heb gekregen bij de Zwarte Cross en die moest ook zichtbaar zijn. Helaas geen 87. Was leuk geweest, maar iedereen zit in de 700. Maar ja, ik denk na de Zwarte Cross ga ik die nog wel een keertje vervangen voor 87. Als ik de motor hou trouwens. Maar komt erna. 766 in ieder geval, mijn nummer voor de Zwarte Cross. Nou ja, dan natuurlijk ook niet vergeten dat ik een hele sticker set zelf ontworpen heb en er opgeplakt heb. Dat is ook wel iets wat ik er nog aan gedaan heb. Kuipelijk heb ik een beetje opgeknapt, een beetje gespoten. Maar verder niet zo heel veel mee gedaan. Zit net aan vast genoeg. Nou, en dan nog een laatste vraag die misschien wel interessant is ja, van wat kost zo'n geintje nou? Ik heb die motor gekocht voor €300. De voorband heb ik gekocht voor €100 volgens mij, inclusief binnenband. Achterband heb ik tweedehands gekocht voor €40 of zo. In ieder geval, ik had de voorband er ook bij, maar die heb ik weer weggegeven. Ik kon niet een losse achterband vinden. Anders, ik vond nog steeds wel een hoop geld voor alleen zo'n afgekoude achterband. Maar ja, was goedkoper dan iets nieuws kopen. Tweede ventilator gekocht voor €25. Kuip ik aan de voorkant gekocht voor €70. Revisiesetje voor de remmen. Ik weet niet wat dat kost. Een paar tientjes, €40 of zo. Olie €20, olie veertertje €10. Wat koelvloeistof, nou, tientje of zo, €20.
Remvloeistof vervangen, ook nog een keertje 10 euro. Kuiprek had ik al gezegd, stickers heb ik al goedkoop kunnen krijgen, maar was alsnog 85 euro. En kontje heb ik zelf geregeld. Offroad stepjes, was ook een tientje of twee tientjes. Het gaat toch allemaal wel door. Dus uiteindelijk is het best wel een dure motor, wil ik niet zeggen. Maar uiteindelijk, die kosten die gaan dan toch wel, die tikken toch wel door. Dus laten we zeggen dat ik 600 euro of zo. Ik heb niet echt meegerekend, ik heb ook niet echt een lijstje bijgehouden. Maar ik denk dat zoiets er toch best wel snel in zit. En dan komt het hele weekend op de Zwarte Cross er nog bij natuurlijk. Dus, ja. Maar het is wel te doen, vind ik. Het is wel leuk. Nou, mocht je het zelf willen, mocht je zelf zoiets als dit willen doen, dan weet je dus dat het minimaal 500 euro, 600 euro, is het haalbaar. Hè? Dat is toch wel het belangrijkste. Nou, verder wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Het is kort, maar ik ben me lekker aan het voorbereiden voor de Zwarte Cross. En misschien zie ik jullie morgen wel op de baan. Doei!